In Parijs vind je de prachtigste gebouwen. Maar het meest indrukwekkende bouwwerk bevindt zich onder Parijs. Het riool van Parijs is een doolhof van gangen van meer dan 2400 kilometer lang. Het is een stad op zichzelf met zijn eigen straatnaambordjes. Alleen de typisch Parijse romantiek is daar iets minder makkelijk te vinden. Maar hoe onderhoud je nou zo'n kolossaal afvoerputje? In Parijs wonen meer dan 2 miljoen mensen. En die spoelen met z'n allen elke dag bijna 1 miljoen kubieke meter afvalwater weg. De Parijse riolering is een soort stad onder de stad. Maar dan wel een stad waar opstoppingen in het gunstigste geval heel erg vervelend zijn. En in het slechtste geval ronduit rampzalig. Daarom moet leidinggevende Arnaud Griveaux zorgen dat dit nooit gebeurt. Ouais, non, c'est un peu le bordel ici. De Parijse riolering is gestaag uitgebreid sinds hij in de 14e eeuw werd aangelegd. Tegenwoordig worden alle 2400 kilometer leiding en tunnel elk half jaar visueel geïnspecteerd. En dat zijn heel wat tunnels om in te verdwalen. Gelukkig ontwierp baron Haussmann, de man die Parijs in de jaren 1860 compleet vernieuwde, ook de riolering. De straatnaambordjes bovengronds vind je ook onder de grond terug. Ce qui fait que du coup là on a tourné mais on n'est pas allé dans les égouts où je croyais qu'on allait aller. Natuurlijk, het ligt altijd aan de kaart. Et là il manque des égouts en fait, c'est mal dessiné. Behalve de hoofdtunnels ligt er een labyrint van 600 kilometer aan neventunnels. 140 kilometer overstroomreservoirs en 100 kilometer aan kanalen. Met zoveel ruimte is het niet verwonderlijk dat Jean Valjean uit Les Misérables en het Spook van de Opera zich hier verscholen hielden. Vandaag weergalmen in de tunnels de aria's die opera-liefhebber Arnaud tegen horen brengt. In de afgelopen 10 jaar is ruim 500 kilometer riolering volledig gerenoveerd. Maar Arnaud moet doorlopend op zijn hoede zijn voor scheuren waar water uit weg kan sijpelen. Dat kan de tunnels ondermijnen en tot instortingen leiden. Alors là, on a une ancienne cana qui vient se raccorder à notre ouvrage, mais qui est vraiment en mauvais état, qui ne sert plus. Donc tout ça risque de tomber à un moment donné, et ce qui risque de fragiliser l'ouvrage. Et on voit bien la fissure qu'il y a à la voûte. Donc du coup, il faut marquer dans l'appareil qu'on a une fissure. Maar er gebeuren hier ernstiger zaken dan een scheur in de leiding hier en daar. De tunnels raken regelmatig verstopt met van alles en nog wat, variërend van zand tot de broodjes van gisteren. De eerste lijns oplossing bestaat uit wat vastberadenheid en een paar spaden. On l'enlève avec la pelle pour permettre justement à l'eau de bien s'écouler vers les collecteurs. Donc après quand il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, c'est un marché qui est passé avec une entreprise pour venir enlever la quantité de sable qui est trop importante pour nous avec les moyens qu'on a. Als de blokkade is opgeruimd, wordt het slip weggespoeld. Dat doen ze door een dam op te werpen en de rest aan de zwaartekracht over te laten. Donc là, c'est ce qu'on appelle un réservoir de chasse. C'est un ouvrage qui permet de stocker une quantité d'eau. L'eau se lâche pour créer vraiment beaucoup d'eau qui arrive. Et du coup, ça va pousser les sables qui vont s'être un petit peu entassés dans l'égout. Maar ze krijgen regelmatig met grotere obstakels te maken dan een simpel bergje slip. Ruim 100 jaar geleden moesten rioolarbeiders zelf naar beneden om die obstakels op te ruimen. Maar tegenwoordig doen ze dat vanuit deze moderne centrale. Via een soort ondergronds verkeersregelsysteem kan ingenieur Frédéric Bétoir spoelpoorten openen en sluiten. Zo stuurt hij enorme stromen water door de tunnels en spoelt daarmee ook de grootste obstakels weg. Het is de grote versie van het handmatige spoelsysteem, opgetuigd met 21e eeuwse regeltechniek. Voor de gestion des eaux, eh bien, on a quand même des maillages qui vont permettre d'envoyer les eaux d'un côté ou de l'autre. Frédéric moet voorkomen dat het systeem tijdens zware regenbuien overloopt, waardoor de rioolinhoud de straten van Parijs instroomt. Daarom beschikt hij over een serie sluisdeuren die in de rioolkanalen zijn gebouwd. Door die te openen of te sluiten, kan Frédéric de waterstroom reguleren en omleiden als delen van de riolering het afvalwater niet meer aankunnen. Donc j'ai un problème,
je dois fermer la vanne. Donc la vanne ne va pas se fermer en automatique. On voit bien que la vanne se ferme. Le capteur est actif. Tot nu toe is het rioolwater door de zwaartekracht in beweging gebleven. Maar in de diepere delen van de stad is zwaartekracht alleen niet genoeg om voor doorstroming te zorgen. De oplossing bestaat uit 9 pompstations, zoals dit station in Mazas. Maar voor het rioolwater door de pompen kan stromen, wordt het gezuiverd van grof vuil. Parijzenaars hebben de neiging om wat meer door te spoelen dan alleen toiletpapier. Stéphane Chaperon heeft de spannende taak om elke dag deze berg afval te doorzoeken. En dat leidt tot een van de vreemdste lijsten met gevonden voorwerpen ter wereld. Je kunt hebben des matelas, des bouts de moquette, enfin des choses. On a vu des vélos, des choses comme ça. Je sais qu'ils ont déjà fait des recherches pour retrouver des armes, des choses comme ça, lorsqu'il y a des cambriolages ou des gens qui jettent les couteaux, les revolvers. Si vous perdez par exemple vos clés dans le caniveau dans la rue, il y a un service à la mairie, ils viennent gratuitement et 95% de chances de récupérer les clés de voiture. Naast het uitzoeken van verloren voorwerpen moeten Stéphane en zijn team elke week een hele kiepauto vol aarde, gruis en zand uitpluizen. Het systeem is deels geautomatiseerd, maar niet genoeg om schone handen te houden. Ça s'est modernisé un petit peu, pas énormément, pas surtout. Par exemple, pour les déchets, s'ils tombent par terre, ou pendant les dégrilleurs, il faut retirer des poutrelles bois ou des gros déchets. Il n'y a que la main de l'homme qui peut le faire. Stéphane en de filters doen goed werk, maar je wilt echt nog niet zwemmen in dat troebele goedje dat overblijft als ze klaar zijn. Voordat het in de Seine wordt gepompt, gaat het vuile water naar een van deze 6 zuiveringsinstallaties aan de rand van de stad. Hier in Marne Aval zuiveren ze per dag 75.000 kubieke meter afvalwater. Eerst worden grote voorwerpen automatisch uit het water gefilterd. Daarna gaat het vuile water naar de bezinkingsreservoirs. Daar wordt de waterstroom getemperd, zodat de slipdeeltjes door de zwaartekracht naar de bodem zinken. Het slip gaat via een leidingensysteem naar een verbrandingsoven. Maar dan is het water nog steeds te smerig om in te pootje baren, zelfs met een paar rubberlaarzen aan. Gevaarlijke ziektekiemen worden genadeloos aangepakt in 18 enorme bassins, waar ze worden verslonden door voor mens en milieu ongevaarlijke bacteriën. Daarna volgt de laatste fase van de zuivering. Niet met chloor zoals vroeger, maar met ultraviolet licht. Dan is het water schoon genoeg om in de rivieren als de Marne en de Seine te worden teruggepompt. Het is nu zuiver genoeg voor vissen, maar niet geschikt om te drinken. Maar ja, Parijzenaars drinken toch meestal wat anders.